Buurtbewoners dachten dat het om vuurwerk ging, maar er werd toch echt geschoten in een huis aan de Beelstraat in Breda. De politie vond uiteindelijk 2 gewonden. Met een stormram kregen ze de deur van het huis open. Een kogel lag op de trap. Omwonenden zijn geschrokken, maar niet verbaasd. Daar komen hele grote, hele dure auto's. Stoppen voor de deur, gaan wat halen binnen, rijden weer weg. En anderen blijven weer gewoon de hele nacht opzitten daar. U vermoedt dat het een drugspand is? Ja, bijna zeker. Van 99,9%. En daar zou dan misschien de schietpartij te maken mee kunnen hebben? Ja, ik denk het wel. Ja. Kan haast niet anders. Ja. We zaten erop te wachten. De politie doet nog onderzoek naar de reden voor de schietpartij.